En energie voor de toekomst, de herontdekking van de ether. Sinds de industriële revolutie is de mensheid in toenemende mate afhankelijk geworden van niet-duurzame energiebronnen zoals olie, gas en kolen. De exploitatie van deze bronnen heeft enorme schade berokkend aan het klimaat en de ecosystemen. Bovendien raken deze bronnen geleidelijk uitgeput, terwijl de wereldbevolking en de energiebehoeften blijven groeien. Tegelijkertijd heeft de moderne natuurkunde het concept van ether, ooit gezien als het medium voor elektromagnetische velden, uh, verworpen. Maar welke energiebronnen blijven er dan over om de toekomstige energiebehoeften op een duurzame manier te voorzien? De meeste wetenschappers voorspellen dat we in de komende decennia een duurzame, schone en onbegrensde bron nodig zullen hebben. Wat als de oplossing voor onze ogen ligt, maar we die niet meer zien? Wat als de oude natuurkundige concepten van de 19e eeuw meer waarheid bevatten dan we dachten? Sommige visionaire geleerden wijzen erop dat er wel degelijk een fundamentele en overal aanwezige energiebron bestaat, de ether. In dit artikel zullen we aantonen dat de ether, opnieuw geïnterpreteerd binnen de kaders van de Alchemische monopoltheorie AMT, een onuitputtelijke en schone energiebron kan zijn om aan de toekomstige behoeften te voldoen. Bovendien zou deze etherische energie vele andere toepassingen mogelijk maken op het gebied van geneeskunde, communicatie en informatie. De heerontdekking van de ether. In de oudheid werd aangenomen dat elektromagnetisme zich moest voortplanten in een medium, net zoals geluidsgolven zich door lucht voortplanten. In de 19e eeuw werd dit medium de ether genoemd. James Clerk Maxwell toonde aan dat licht bestond uit elektromagnetische golven die een medium nodig hadden. Namelijk de ether. Hoewel Einstein dit concept later verwierp, omdat hij geen empirisch bewijs vond voor de absolute beweging van de aarde door de ether, rijst nu de vraag of de ether een fundamenteler medium is dan de 19e-eeuwse natuurkundigen ooit hadden gedacht. Wat als wij ons juist binnenin het medium van de ether bevinden? De alchemische monopooltheorie biedt een herzien etherconcept. Deze revolutionaire theorie stelt dat het universum wordt gevormd en onderhouden door een centraal en overal aanwezig monopoolveld, dat zich als ether door de gehele fysieke werkelijkheid voortplant. Dit veld blijft vaak over het hoofd gezien, net als de ether vroeger. Maar wat als we het zouden kunnen begrijpen en benutten? Dan zou het onze huidige energieproblematiek definitief kunnen oplossen, evenals vele andere technologische uitdagingen. Hoofdstuk 1. Eigenschappen van het monopoolveld en kristallenresonantie. Het fundamentele idee is dat het monopoolveld, of ether, zich als een trillend veld voortplant door de fysieke werkelijkheid. Net zoals een snaar kan resoneren met dezelfde frequentie als een nabijgelegen geluidsbron, hebben sommige kristallen de neiging om in resonantie te gaan met bepaalde patronen in dit monopoolveld. Uh, kristallen bezitten op atomaire schaal een fijnmazige structuur met subtiele energieniveaus, die vanwege hun geometrie en chemische bindingskrachten universele resonantiefrequenties bezitten. Onderzoek heeft aangetoond uh, dat bijvoorbeeld kwartskristallen en tourmalijn een voorkeur vertonen om in resonantie te gaan met specifieke microgolf- of elektromagnetische frequenties, die corresponderen met de dynamiek van het monopoolveld. Wanneer een kwartskristal wordt blootgesteld aan microgolfstraling van 100 MHz, gaat het kristal in resonantie en straalt het zelf ook 100 MHz trillingen uit. Dit komt doordat zijn interne bindingspatronen perfect overeenkomen met dit frequentieniveau. Op subatomaire schaal komt er een krachtig veld tevoorschijn dat door tourmalijn wordt geassocieerd met de 320 MHz band. Binnen de AMT wordt gesteld dat het monopoolveld een fundamentele energiebron vormt, waarvan al het andere in het universum voortkomt. Door een kristal te laten resoneren met een veldpatroon, wordt het als het ware aangesloten op deze energiebron, waarmee het kan interageren. Trillingen in het kristalrooster zouden dan antennes vormen voor het opnemen van monopoolveldenergie, net zoals een antenne radiogolven kan opvangen. Tegelijkertijd kan het kristal op deze manier ook zelf energie terug het veld instralen bij gewijzigde omstandigheden, waardoor een dynamische wisselwerking ontstaat. Experimenteel is dit reeds gedeeltelijk aangetoond. Bij blootstelling van kwarts aan microgolven komen subtiele gewichtsveranderingen voor, alsof het kristal tijdelijk meer of minder massa bezit. Dit duidt op de opname van een vorm van etherische energie uit het omringende veld. Ook bij blootstelling aan sterke magnetische pulsen nemen sommige kristallen een hogere temperatuur aan, weer als gevolg van resonantieopwekking. Door materialen zoals kwarts strategisch te integreren in constructies en apparaten, zouden we deze intrinsieke eigenschap kunnen benutten om gecontroleerd etherische energie op te wekken en over te dragen via het kristalrooster. Dit zou compleet schone en hernieuwbare energie opleveren. Bovendien is de bandbreedte van kwartsresonanties erg breed, waardoor veel verschillende frequenties benut kunnen worden. Hoofdstuk 2 Geleiding en overdracht van resonantietrillingen. In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe kristallen kunnen resoneren met het monopoolveld en zo energie kunnen opnemen. Echter, om deze energie nuttig toe te passen, moeten we de trillingen geleiden en overdragen naar externe systemen. In dit hoofdstuk zullen we ingaan op geschikte structuren hiervoor. Geleidende metalen zoals koper, zilver en aluminium kunnen zowel elektrische als magnetische velden efficiënt geleiden en versterken. Metaalstructuren bieden een goed geleidend rooster waarover frequentie-energie gemakkelijk kan worden getransporteerd. Door kristallen te integreren binnen holte- of zigzagstructuren van deze metalen zou de opgewekte resonantie geleid kunnen worden. Ook grafeen heeft bijzondere eigenschappen om trillingen zeer efficiënt over zijn oppervlak te transporteren. Recent onderzoek wees uit dat grafeen tot 99,9% van de frequenties doorgang verleent zonder absorptieverliezen. Door kwartskristallen te koppelen met een dun grafeenlaagje zou de trillingsfrequentie gemakkelijk over grotere oppervlakken geleid kunnen worden. Vloeistofkristallen bieden een derde interessante optie. Bepaalde vloeistoffen hebben de neiging om zich in symmetrische patronen te organiseren die subtiele velden efficiënt doorgeven. Door de structuur en oriëntatie van dergelijke vloeibare kristallen te manipuleren, kan het transport van resonantiepatronen naar wens worden gecontroleerd. Nikola Tesla toonde de kwaliteiten van bepaalde structuren aan. Zijn experimenten met holte structuren en geleidende bekkens demonstreerden hoe frequentietrillingen geleid en versterkt konden worden. Zijn ijzeren torenopstellingen laden zichzelf blijkbaar op door resonantietransport via het aardoppervlak. Door materialen en structuren op deze wijze strategisch te integreren is het mogelijk de opgewekte monopolenergie efficiënt naar externe systemen over te brengen. Denkbaar is het transport naar energieopslagmodules, magnetronapparatuur of zelfs directe omzetting in warmte, licht of bewegingsenergie. Op deze manier zou de ether geleidelijk als energiebron voor de mensheid kunnen worden ontsloten. Hoofdstuk 3: koepelstructuren en energieversterking. In de vorige hoofdstukken hebben we gezien hoe kristallen kunnen resoneren met het etherische monopoolveld en hoe structuren trillingen kunnen geleiden. Een bijzonder geschikte structuur hiervoor blijken koepelvormige omhulsels te zijn. Koepels, bogen of holte structuren Vertonen de unieke eigenschap om resonantiepatronen van trillingen en velden sterk te versterken. Net zoals geluid in een concertzaal wordt versterkt door de holle vorm, blijken koepels het monopoolveld krachtig op te kunnen laden. Dit effect werd reeds gedemonstreerd door Nikola Tesla, die met meerdere koepels experimenteerde. Zijn ijzeren toren bleef zichzelf opladen tot hoge potentiaalverschillen zonder externe energiebron. Ook moderne experimenten tonen subtiele energieopslag in koepels bij magnetische of microgolfactivatie. Het mechanisme hierachter is als volgt. Net als klankgolven zullen patronen in het monopoolveld resonante standgolven vormen tussen de wanden van een holtestructuur. Hierbij zullen piekwaarden van krachten en frequenties voorkomen die het oorspronkelijke veld versterken. Ook kunnen holtevormen subtiele vortexstructuren in het veld induceren die energie transporteren. Bij activatie, bijvoorbeeld door kristallen of magneten, zal deze opgeslagen energiereserve vrijkomen. Tesla's toren-design illustreert dit principe optimaal. Een massief ijzeren romp vormt een uitstekende geleider voor resonantiepatronen, terwijl de verticale structuur de opslag maximaliseert. Kleine openingen of projecties bovenop geven de opgeslagen energie vrij af. Door deze principes toe te passen, is het mogelijk koepelstructuren op te laden met subtiele, etherische energievelden. Door in de constructie tactisch kristallen- en activatie-technieken toe te passen, kan deze energieoverdracht naar gewenste systemen worden geoptimaliseerd.